Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion. Mocht je mij nog niet kennen, welkom. Superleuk dat je kijkt, ook als je me natuurlijk al wel kent. En mocht je me nog niet kennen, zou ik het superleuk vinden als je wilt abonneren door hieronder op de abonneerknop te drukken of aan het einde van de video op mijn gezicht. En natuurlijk een duimpje omhoog doen als je deze video leuk vond. Voor wie deze video's niet kennen, ik geef een update van hoe het met mij gaat en hoe het met onze prachtige dochter Elin gaat. Zij is nu bijna 10 weken oud. Ik heb ook nog een zoontje, Niels, die is al ruim 2,5 en af en toe vertel ik ook wat over hem in deze video's. Maar deze video's gaan vooral over hoe het met Elin en een beetje met mij gaat zo na de bevalling. En dat doe ik ongeveer elke 2 weken. Dus ja, alweer bijna 10 weken oud, het gaat zo snel. Ze gaat al bijna het kinderdagverblijf. Wat? Wennen. Oh my god. Vandaag wil ik vast vertellen over hoe het nu gaat qua de hoeveelheid huilen. We zijn weer bij het consultatiebureau geweest, ze heeft de eerste inenteningen gehad. Een boekentip. Nou, en wat losse dingetjes. En voor mij ga ik even vertellen hoe ik weer een beetje in shape wil gaan komen. Dus dat allemaal in deze video. Nou, het was al een meer gestructureerd begin dan ooit, toch? Vond ik zelf. Ja, alweer bijna 10 weken oud. Het is ongelooflijk. We waren vorige week bij het consultatiebureau. En toen hebben we het er ook over gehad. Want ze huilt echt heel veel. En dat was vorige keer ook al zo. En zei ze, nou, kijk nog even hoe het gaat. Toen gingen we ook naar de osteopaat. Nou, dat heeft zeker geholpen. Er is zeker een soort rust in haar lichaam gekomen. Het is minder verkrampt allemaal. Maar nog steeds huilde ze erg veel. En dan heb ik het echt over uren. Dat kan, de ene dag was het 8 uur en de andere dag was het 2 uur. Maar zeg maar de dagen boven 3 uur waren meer dan de dagen die eronder zaten. En dat is pittig voor zowel ouders als baby. En zeker omdat je nog een kindje hebt rondlopen. Dus ja, dat vonden we echt wel pittig en heel frustrerend. Omdat we niet goed weten wat er met haar aan de hand is. En hoe we er kunnen helpen. Dus het is ja, best wel pittig geweest de afgelopen tijd. En nou, toen we dus bij het consultatiebureau waren, heb ik daar dus ook over gehad. En die vrouw zei, ja weet je, als ik jullie zo hoor, jullie hebben alles al geprobeerd. Qua ja, wat je kan doen als je kind veel huilt. En je hebt natuurlijk ook ervaring, want jullie hebben al een kindje. Dus ik wil toch even dat jullie naar de dokter gaan om een medische oorzaak uit te sluiten. Daar gaan wij morgen naartoe. Dat komt omdat ik specifiek bij 1 huisarts wilde uit de praktijk. En die had pas morgen plek. En ik dacht, ja, ik ga bij hem, want bij hem weet ik zeker. Die loopt alles na. Daar hoef ik geen twijfel te hebben van of hij ons serieus neemt. Niet dat de andere huisarts ons niet serieus neemt. Maar meer, weet je, die gaat echt even, die doet even de rosje bij hem. En dat vind ik een heel prettig gevoel. Dus dat wilde ik graag. Dus ik wilde graag bij hem. Dus daar gaan we morgen naartoe. Nou zijn we al eerder bij haar bij de huisarts geweest en bij de kinderarts in het ziekenhuis. Omdat ze zo'n blauw gekleurd beentje kreeg. Nou, daar was niks meer aan de hand. Dus ze heeft al best wel wat checks gehad. Maar toch zei ze van lijkt me goed om het toch nog even te doen. Zodat, kijk, als er geen medische oorzaak is, dan gaan we dan andere. Hè, dan kunnen ze andere dingen gaan doen dan als er wel iets medisch is. En dat willen ze gewoon uitsluiten. En iemand vroeg laatst van, hè, wat zegt je gevoel? Mijn gevoel zegt dat het niks medisch is. Gewoon puur omdat ze de nachten wel slaapt. Ze ook betere dagen heeft. Het is niet altijd bal, zeg maar. Het is wel vaak bal, maar niet altijd. Dus dan zou je zeggen, dan is het niks medisch. Maar ja, dat is natuurlijk echt psychologie van de koude grond. Dus daar ga ik zeker niet van uit. We gaan graag even checken. En ook better safe and sorry. Dus dat gaan we morgen doen. Binnenkort staat ook de echo voor de heupdysplasie op de planning. Want Niels had een lichte vorm. En het broertje van Sven had het. En daarom werd Niels gecontroleerd, zeg maar. En Niels had het heel licht. Maar omdat dus Sven's broertje en Niels het hadden, wordt één ook automatisch gecheckt. Ja, dus dat gaan we weer zien. Dus dat is ook bijna dus met 3 maanden. Dus dat is over ruim 2 weken. Maar ik moet zeggen dat het de afgelopen dagen, en ik klop dit af, eigenlijk best wel goed ging. Ze heeft vorige week donderdag de vaccinaties gehad. Dus ook bij het consultatiebureau, dat deze echt fantastisch. En ja, ik zei tegen Sven, het lijkt alsof dat een soort shift in het systeem heeft gebracht. Of ik, dat kan natuurlijk niet, maar zo voelt het. Omdat ze sindsdien eigenlijk een stuk relaxer is. Ze huilt minder. Het kan ook zijn, hè, de leeftijd of dat er toch krampjes waren en dat het afneemt. Of nu heeft ze wel eens krampjes, maar we hebben niet het idee. Niels had echt heel overduidelijk krampjes en bij haar, we weten gewoon niet zo goed. Maar ja,
er lijkt wat meer rust in haar te zitten. En er lijkt wat meer tevredenheid. Ze lacht meer. Ja, gewoon wat meer ontspanning. Dus ja, dat maakt ook extra lastig dat ze bijna gaat wennen bij het kinderdagverblijf. Vanmiddag gaat ze 2 uurtjes. En dan gaat ze vrijdag gaat ze 4 uurtjes. En dat vind ik al best wel spannend. En dan gaat ze ook nog komen 10 jaar logeren bij mijn schoonouders. Dus ik vind het allemaal wel even een dingetje. Zelfs, ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Maar zelfs dat ik denk, of moet ik niet die ene wendag afzeggen vrijdag. Of dat ze niet dit weekend naar mijn schoonouders gaat. Maar ik heb dit weekend, Sven is een heel lang weekend weg. Tot en met maandag. En ik zei, dan ga ik dat niet doen, 2 kinderen. En Sven zei ook, jij hebt ook gewoon even een beetje ontspanning nodig. Want dat is gewoon best wel een heftige tijd. Dus we hadden het zo geregeld dat, de kids... Niels gaat al eerder, maar Elin gaat dan zaterdag die kant op. Niels gaat al donderdagavond. Dat het gewoon... Ja, dat ik ook gewoon eventjes op adem kan komen. En ik heb heel veel voeding gekolft, dus dat kan prima. Ik denk dat het gewoon best wel pittig voor wordt. Maar goed, ik ga eerst maar eens kijken hoe het wennen vanmiddag gaat. En dan zien we daarna ook weer verder. Maar goed, omdat zij zo alert is en al die prikkels zo oppikt, denk ik, hoe gaat ze dat doen bij kinderdagverblijf? We gaan dus morgen wel even naar de dokter om deze oorzaak uit te sluiten. Maar het lijkt dus de afgelopen dagen wat beter gaan. Maar ik ben dus echt als de dood dat het door het kinderdagverblijf of door de logeerpartij weer clasht en dan weer drama is. Qua voedingen zit ze nu op zo'n 6 voedingen per dag. Maar dat was ook een beetje het probleem bij een van de redenen waarom we naar de dokter gaan. Is ze zat op de plus 1 lijn, gewoon in één stijgende lijn. En ineens gaat hij dus, buigt hij af. En dat is eigenlijk gek voor als je borstvoeding geeft. Dat zou eigenlijk één stijgende lijn moeten zijn. Waarbij ze zei van hey, misschien omdat is ze gewoon te moe door zoveel huilen dat ze niet meer goed drinkt. Of er is iets anders aan de hand. Nou, dat is een van de belangrijkste redenen waarom we natuurlijk naar die dokter gaan. En wat ik ook wel lastig vind, want ze begon op een gegeven moment... wilde ze vaak niet de tweede borst meer drinken. Je kan er niet dwingen, zeg maar. Dan probeerde je het een paar keer en het lukte gewoon niet. En dan ging je even iets, hè. Dan probeerde je even een beetje met een rond te lopen en dan weer. Of nou, met een speen ertussen, van alles hebben we geprobeerd. Maar ja, als ze niet wil, wil ze niet. Nu lukt het ook wel weer iets beter. Maar dat blijft ze ook een beetje. Dus ik ga daar morgenochtend ga ik er weer wegen bij het consultatiebureau. Dan ben ik heel benieuwd of ze is aangekomen. Want dat is wel even een belangrijke graadmeter. En zo niet weet ik ook niet zo goed wat we moeten doen. Ik merk namelijk ook dat mijn productie flink gaat. Ik had echt een behoorlijke productie. Daarom heb ik ook een vriezer vol met melk. Maar ja, als zij niet meer veel drinkt, dan gaat je productie automatisch ook omlaag. Dus... of is daar een andere reden voor? Dat weet ik dan ook niet. Dus het is even zoeken. Dat is ook een van de redenen waarom ik een boek had besteld. Wij zijn laatst op vakantie geweest, een weekje in Zeeland met mijn ouders en mijn broertje en mijn oom. En dat was super gezellig. En toen hebben zij ook gezien een kleine hint van hoe Elin... hoeveel Elin kan huilen. En dat we dus avonden en avonden met haar... In de draagdoek, over de schouder, van alles en nog wat. En zij zagen ook wat, dat kan gewoon niet meer. Die mensen kunnen dat fysiek niet meer handelen. Nou ja, goed, toen heb ik een artikel gevonden van het Westerland Ziekenhuis. Volgens mij wel een handig artikel. Ja, moet je maar even opzoeken. Volgens mij is het Westerland Ziekenhuis. Als je erop googelt, dan kom je het vast tegen. Een pdf over huilen en slapen bij baby's. Elin slaapt 's nachts supergoed, maar overdag niet zo goed. Vooral, zeg maar... Tussen nu of 4, 5 middags tot 11 uur 's avonds is het gewoon een drama. Maar goed, dus dat heb ik. Maar toen heb ik ook dit boek besteld. Onder andere op advies van een aantal van jullie. En ik had het ook al eerder gezien op verschillende blogs. Onder andere van Two Women. Of Two Women, hoe ze het ook zijn. En... dit heet Slaap en dit is van Suzanne Willekes en dat is de eerste Nederlands gecertificeerde kinderslaapcoach. Leer je baby doorslapen zonder huilen. Nou slaapt Elin door zonder huilen, maar de rest van de dag gaat dat niet zo. Dus ik dacht, er zitten vast ongetwijfeld handige tips in. En ik vind het echt een heel leuk, lekker leesboek. Ik ben op de helft, dus ik heb hem nog niet uit. Maar heel veel van jullie reageerden al dat jullie graag wilden weten wat ik ervan vond. En ik vind het dus tot nu toe...
ik ben nu bij hoofdstuk 5, veilig slapen. Ik heb al een aantal hoofdstukken gehad. Slaap moet groeien is het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk gaat over slaapprincipes en slaapschema's. Het derde gaat over slaapprepping. En het vierde over huilen en het vijfde is over veilig slapen. Daarna gaat het nog over de ontwikkeling, onderliggende medische oorzaken, over voeding, uitdagende omstandigheden, slaapoplossingen en nog een soort motiverend hoofdstuk voor de ouders. Maar ik vind het een heel prettig leesbaar boek. Zeker met handige tips. Lang niet allemaal van toepassing, denk ik, op. Hè. Het is niet bij elk kind geldt alles. Ze zegt ook, er zijn verschillende type kinderen. Je hebt de ideale baby. Je hebt de standaard baby. Nou denk ik, mensen met de ideale baby kopen dit boek niet. De standaard baby, de sensitieve baby, de temperamentvolle baby en de kribbige baby. En wij denken dat Elin een beetje een sensitieve, temperamentvolle baby is. Ze is absoluut niet kribbig, helemaal niet. Ze is zelfs goed las als ze zich goed voelt. En dat is wel heel mooi misschien om te vertellen. De laatste tijd, de laatste dagen, als ik haar uit bed haal, lacht ze gewoon. Gewoon helemaal gezellig. En dat, voorheen was dat niet. Voorheen was het altijd drama. Gewoon non-stop, de hele dag was ze niet blij. En dat is zo, dat doet zo pijn aan je moederhart. En als je er dan nu zo vaak zo ziet lachen, denk je echt, ach. Maar goed. Ze vertelt heel erg over, slapen moeten ze leren, dat hebben ze niet van nature. En zeker dat dag- en nachtritme is anders. Het vertelt zich gewoon heel veel dingen. En een hele fijne, wat ik echt ook een steun in de rug vond, wat ik eigenlijk ook wel wist, maar goed om het nog even in een boek te lezen, is dat Navy SEALs, die worden getraind door ze niet te laten slapen en oorverdovend babygehuil te laten horen. Zo worden ze getraind om martelingen te kunnen handelen. Dat geeft aan wat dat met je doet. Slaapgebrek, wat wij gelukkig dan nog niet hebben, maar en heel veel huilen van een baby. En ik zeg wel eens, voor wie de Sims dat spel kent, heb je die balkjes boven die poppetjes. En ik heb altijd het gevoel, zeg maar, als een baby huilt, dan gaat dat balkje echt rap achteruit. Zeg maar, dan weg energie. Nou, dat gevoel heb ik een beetje. Maar goed, dit boek vind ik dus zeker een aanrader. Verder, ja, ze groeit dus nu iets minder hard. Maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat daar misschien juist de rust van hangt. Dat het niet allemaal zo hard ging. Want ze groeide zo hard. Ik heb het in een van de eerdere video's al verteld. Maar ze groeide 100 gram per dag in de kraamweek. Terwijl dat normaal tussen de 15 en 30 gram is. Dus ik denk ook, misschien ging het ook gewoon te hard worden. En is ze nu aan het afremmen. Maar nou, daar moeten we het allemaal maar over hebben. Qua speentjes gebruik ik nu de Bip speentjes. En die werken heel goed. En ik heb een speen, zo'n Philips Aventspeen, waar je je vinger in kan stoppen. En die gebruik ik nog wel eens als ze bijvoorbeeld de fles weigert. Dus moet ik ook de fles oefenen, want ik in de nacht blijf. Maar dan doe ik dus of als ze echt heel erg last ergens van heeft. Dan gebruik ik dus die speen en dan doe je vinger erin en dan doe je die speen in. Want dan kan je op een gegeven moment die vinger eruit halen. Maar wat ik dan doe is die even, zodat ze weer even het zuigen snapt. En dan de fles erin en dan gaat het ook meestal wel goed. Bij borst weigeren lukt dat soms ook. Dus ik heb nu ook een heel... Misschien ook wel leuk om te vertellen, een heel strak ritueel om haar naar bed te brengen. Hier staat ook in over wakkertijden, hè? Hoe lang, bij hoeveel maanden, hoe lang is die cyclus van je kind. En dan moet je goed letten wanneer moeten de slaapsignalen ongeveer komen. Nou let ik bij haar niet zozeer op de tijden, omdat zij best wel veel slaap nodig heeft. Omdat ze zo overprikkeld is, zeg maar. Dus ik kijk vooral naar haar. Dus wat ik doe is, ik voed haar. Ik verschoon haar en dan geef ik de andere borst. En soms doe ik het ook allebei achter elkaar. Maar meestal is ze op een gegeven moment na één borst klaar. En dan ga ik er, dan heeft ze gewoon geen zin meer. Dus dan ga ik er eerst verschonen. En dan soms wil ze dan nog een tweede en soms ook niet. Dan ga ik even met haar spelen. En dat houdt in gewoon met haar kletsen bij mij op schoot. Of ik ga met haar op een kleed liggen. Hooguit met een rammelaar, maar that's it. Want ook dat probeer ik dus bij haar zo min mogelijk prikkels. Want het is voor haar al... Ik bedoel, alleen al rondkijken vindt ze al echt... Omdat ze gewoon zo goed ziet, zeg maar. Ze kijkt gewoon je echt diep in je ziel aan, zeg maar. En, nou goed, ze zit niet gewoon een beetje zo wat kijken. Het is echt dit. Dan leg ik haar nog even in de box of op een kleed, zeg maar. En we hebben zo'n muziekmobieltje. Dus daar leg ik er soms onder, maar dan niet aan. Dus dan staat hij gewoon uit. Want dat vond ze prachtig, dat ding. Maar het is ook, denk ik, gewoon te veel. Gewoon rust. Dus dan kijk dan wel naar die poppetjes die erboven hangen. Maar dat is het. Nu gaat ze ook langzaam met haar handje ernaar slaan. Dat is ook heel leuk.
Maar goed, dus ik probeer er ook een beetje dan rustig zelf te laten spelen. En ik hou er echt Watcher Like a Hawk. Eén gaap, dat accepteer ik nog. Tweede gaap is naar bed, zeg maar. Dus dat is wel... gelukkig gaat ze nu, want eerder had ze ook niet echt slaapsignalen, omdat ze denk ik te oververmoeid was. Dus zodra ze gaat, gaat ze naar bed. Dan til ik op, zeg ik, nou, ga lekker naar bed. Dan neem ik mee naar de slaapkamer, zeg ik, nou, ga ik lekker een gordijntje dicht doen. Want ook dat doe ik bij haar echt, de gordijnen helemaal dicht. Omdat ze anders blijft ze maar kijken. Dus dan doe ik de gordijntjes dicht, zeg ik, nou, ga nu lekker je slaapzakje aan doen. Doe ik de pukkenbaby aan. En dan neem ik haar even in mijn armen. En dan zink ik slaapje in slaap. Doe ik die speen, die bipspenen in. En ik begin zeg maar vrij hoog. En ik laat haar steeds meer zakken. Dus als op een gegeven moment ligt ze dan horizontaal. Omdat we ook het gevoel dat ze hoog vindt ze fijner. En dan laat ik haar steeds verder zakken. En dan na een keer of drie, vier slaapje in slaap. Zeg ik, ga ik hier nu lekker in je bedje liggen. Dan is ze al een beetje weggedoezeld, maar niet in slaap. En dan leg ik haar weg, stop ik erin. En dan geef ik een kus en dan ga ik. En dat probeer ik nu, dat riedeltje, en dan slaapt ze en dan ik maak hem niet wakker, maar dan wordt ze weer wakker en dan begint het weer opnieuw, zeg maar. Dus dat is een beetje ons ritme nu. En daar lijkt ze redelijk goed op te gaan, dus ik hoop dat dat zo blijft. Dan nog even mijn body. Met mij gaat het op zich goed, het herstel gaat goed, maar mijn buikspieren, ik ben 2 weken geleden, langer geleden bij de... verloskundige geweest en die zei nee, ze zitten nog niet bij elkaar. Ik was bij osteopaat en ook die zei nee. Ik zie het zelf natuurlijk ook. Ik ga nu vrijdag naar de fysio. Die zal het ook nog een keer checken en ook van wat mag ik dan wel doen qua sporten. Want ja, ik mag nog niet echt sporten. Ik ben wel weer begonnen met Zumba, maar dat is het. En met haar ga ik een plan maken hoe we, ik heb rectusdiastase en hoe we dat een beetje, nou, en ik heb een navelbreuk. Dus het is gewoon allemaal een beetje, ja, zeg maar, mijn buik staat nu een beetje zo. Het is heel overdreven, maar misschien nog niet. Het staat vrij anders dan normaal. Die navelbreuk moet sowieso aan geopereerd worden. En dan is nog even de vraag of rectusdiastase, of we die ook moeten opereren. Maar we gaan dus eerst kijken hoe ver we het samen kunnen krijgen met behulp van training. Maar wat ik ook graag wilde is gewoon weer fit en in shape voelen. Ik heb natuurlijk vanaf week 16 deze zwangerschap niet meer kunnen sporten. En dat is best wel, vond ik best wel lastig. Niet omdat ik zo van sporten hou, maar wel omdat ik hou van een beetje een goed in shape lichaam. Dus ik ben begonnen met Newborn Fit Mama. En dat is super leuk. Ik heb er eerder ook al wat over verteld. Maar ik heb een samenwerking met hen en dan met name met Ed. Eddie is de partner van Kimberly. En Kimberly is de eigenaresse van Newborn Fit Mama. En hij gaat nu ook coachen. Dus meiden coachen of mama's coachen. Om weer in shape te komen. Je kan natuurlijk allemaal doelen hebben. Je kan heel veel willen afvallen of in shape komen. Of fit of ik weet niet wat je allemaal wil. Mijn grootste doel is gewoon weer een beetje. Dat het allemaal weer een beetje strakker zit. Ik hoef niet heel veel af te vallen. Een paar kilo, maar dat is niet works. Ik wil vooral, omdat ik zoiets heb van. Ja, ik kan wel een streefgewicht hebben, maar. Het gaat uiteindelijk om hoe het eruit ziet. En niet zozeer wat voor kilo's daar aan hangen. Nou, met dat doel. En dan kijk je van wat kan je dan gaan doen. Ze hebben verschillende programma's. Het basic programma. Het pro en het exclusive. Nou, basic is. Je kan het allemaal op hun site lezen. Newbornfitmama.nl. Ik zou er ook zeker trouwens gaan kijken als je in shape wil komen. Want het is. Ze hebben dus best wel veel soorten. Ik geloof dat. Nou, en er hangen ook allemaal andere prijskaartjes aan. Maar je hebt gewoon basic, dan heb je toegang tot de hele online, tot de app. Met workouts, met voedings. Je kan je voeding bijhouden. Je krijgt zeg maar hoeveel met je doel. Je kan bijvoorbeeld een gewicht opgeven, wat je een streefgewicht. En dan zet je erbij van ik wil graag weer strak worden. En in mijn geval wilde ik het ook duurzaam. Je kan ook quick and dirty. Je hebt allerlei zeg maar soorten. Zeg maar, dus wat is je doel? Zeg maar zowel in gewicht als in, wil je vooral conditie, wil je vooral spier, wil je, wat wil je? En dan kan je nog zeggen van hoe wil je dat bereiken? Wil je dat dan quick and dirty of duurzaam? Dus daar kan je allemaal uit kiezen. En op basis daarvan krijg je een voedingsschema, zeg maar met hoeveel calorieën en uit welke balans dat moet bestaan, et cetera. En dan heb je dus workouts. En die heb je volgens mij 1, 2 of 3 sterren. Dus zeg maar van beginner tot vergevorderd. Het begint heel hard te regenen.
En dan heb je nog een community waarin je dingen met elkaar kan delen, maar waarin je ook recepten kunt vinden. Het is een heel handige app. Dus dat is het basic. En dan heb je nog Pro en Exclusive. En dat is eigenlijk met wat meer begeleiding. Dus met Pro krijg je 3 coaching sessies. En met Exclusive krijg je volgens mij 3 maanden lang wekelijks. En dit is 3 maanden lang 1 keer per maand. En de andere is 3 maanden lang wekelijks. Voor alle informatie kan je gewoon kijken op Newborn Fit Mama. Maar het is echt heel handig. En ik ben dus het Pro gaan doen. En dat wordt dan begeleid door Eddie. En ik heb vorige week mijn eerste gesprek met hem gehad. En dat was heel, heel leerzaam en heel leuk om. Hij kijkt dan ook even naar je voeding en van wat gaat er goed, wat kan er beter. Het enige lastige bij mij is dat ik nog niet mag sporten. Dus hij heeft ook gezegd: we wachten echt tot jij groen licht hebt van de fysio en pas dan mag je die workouts gaan doen. Dat ik die Zumba doe is prima, maar zeg maar de echte spierdingen wachten gewoon echt even mee tot je groen licht hebt. En bespreek dan ook even met haar van wat mag wel en wat mag niet. En dan kan hij ook kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Dus dat is heel fijn. Het is ook heel fijn dat hij af en toe variaties biedt. Van ik zie dat je altijd cracker met hummus en eentje met pindakaas neemt. Hè. Denk ook eens aan dit of dat of dat. Over hoe je bepaalde verdelingen tussen bepaalde. Dus tussen de koolhydraten, vet en de eiwitten. Het is heel leerzaam. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ga jullie ook meenemen in het proces. Er wordt ook gevraagd of je before foto's wil maken, zodat je straks natuurlijk ook afterfoto's kan maken. In deze outfit kan je niet heel veel zien, maar en ik heb ook een mooie joggingbroek aan. Maar ik denk dat ik ook wel even foto's ga delen. Maar ik kan wel even kort laten zien, dit is mijn buik nu. Ik heb dus iets van strié overgehouden aan deze tweede ronde. Maar hier zie je heel duidelijk die. Zie je die afvlakking, zeg maar. Ik weet niet of je het kan zien, maar zie je, dit is niet zo, loopt het normaal niet. En dit komt gewoon ook gewoon door die breuk die er zit. Dus daar kan ik ook niet zo heel gek veel aan doen. Dit is ook allemaal best wel stevig gespierd. Je ziet hier ook een gat. Nou, super sexy. Dat is deel 1. Nou, de rest van mijn lichaam is nog redelijk hetzelfde als wat het was. Alleen het is gewoon slap en ik wil gewoon weer strak. Ik pas best wel veel van mijn oude kleding, maar het is gewoon. Ja, ik wil gewoon dat mijn benen weer mooi strak worden. Ik denk dat ik zeker foto's ga delen op Instagram. Dus als je daar benieuwd naar bent, volg me ook vooral. Misschien komen er ook nog foto's van mij op New Orphan Mama tegen de tijd. Die moet je trouwens ook zeker volgen op Instagram. Want daar krijg je ook af en toe leuke inspiratie van. Dus dat is zeker ook een goede tip. En ik ga jullie gewoon meenemen in het proces. Ja, en dan zal ik wel nog een keer laten zien. Dit is alleen mijn buik. Misschien dat ik hiervoor. Ik zal wel even een fotootje proberen te plaatsen. Hier of hier. Van mijzelf in sportkleren. Hier zie je het even van de zijkant. Hier zie je natuurlijk wel duidelijk dat rare hobbeltje. Maar verder zie je hier natuurlijk niet dat ik niet heel strak ben. Ik ben niet op mijn slangst. Maar goed, dat is ook niet zo gek. Zeker als je niet mag sporten. Maar weet dus dat. Ik vind de foto er nog best wel oké uitzien. Maar het moet gewoon strakker. Want het is ook mijn armen. Het is niet dik of zo. Maar het moet gewoon weer even power hebben. Dus. Dat gaan we trainen en Ed is daarin een goede coach, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik heb dus die workouts nog niet getest, maar dat ga ik volgende keer sowieso ook doen. En dan kan ik je daar volgende keer ook wat meer over vertellen. Ik kan het nog wel even laten zien trouwens. Workouts, je hebt hier allemaal soorten workouts en dan heb je dus met 1, 2 of 3 plusjes. En dat geeft aan zeg maar hoe makkelijk het is. Maar goed, ik heb ze dus nog niet getest, dus ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Ik moet me daar nog even extra in gaan verdiepen. Maar het zijn allemaal dingen die je thuis kan doen. Dat is misschien ook wel even goed om te zeggen. Het is dus speciaal ontwikkeld voor mama's. Wat niet wil zeggen dat als je geen mama bent dat je niet kan doen. Maar het is speciaal ontwikkeld voor mama's zodat het makkelijk is. Laagdrempelig. Je kan het allemaal vanaf je app doen en thuis. Dus je hoeft nergens heen om het te doen. Wat ik nu moet doen is, omdat ik dus nog niet die workouts mag doen, moet ik dus wel wat extra beweging zoeken. Dus wat vaker gaan wandelen, et cetera. Nou, dat uiteraard. Het is wel echt takken weer deze week. Dat mag er wel bij gezegd worden. Die workouts kan je gewoon thuis doen. Met flessen spa. Met een rugzak. Dus daar hebben ze echt super goed over nagedacht. Dat het gewoon makkelijk en toegankelijk is. Dus mocht je in shape willen komen. Kijk dan vooral eventjes naar Newborn Fit Mama. Want ik ben nu al enthousiast. En ik ben dus nog maar half begonnen. Want als je nog niet mag sporten. Ik let natuurlijk al wel op mijn eten. Maar ik ben ook gewoon borstvoeding aan het geven. Dus ik doe geen rare dingen. Maar gewoon de gezonde keuzes.
En wat wel trouwens wel grappig was, ik mag iets van 1600 zoveel calorieën op een dag, 1624 geloof ik. En toen dacht ik, oh, dat is best wel weinig. Maar eigenlijk eet ik niet heel veel meer dan dat. Alleen, ik moet goed letten op mijn balans tussen koolhydraten, vetten, eiwitten. Dat is nog een uitdaging. En ik zit er soms zelfs onder. En dan zeg je, je moet eigenlijk wel dat aantal proberen te bereiken. En dan vooral die verhoudingen tussen die verschillende productgroepen. Dus dat wordt de uitdaging en wat meer variatie. Nou goed, er zit ook inspiratie met recepten op de app. Ik moet wel zeggen dat ik nog niet hele spannende dingen, maar ik heb nog niet allemaal goed gekeken, maar nog niet hele spannende gerechten zag staan van nou, had ik zelf niet op kunnen komen. Maar wel soms net even een twist. Maar ik dacht qua recepten, ik kijk ook heel vaak uit Pauline's keuken, zeg ik het nog goed? Pauline's keuken. En daar staan ook hele leuke recepten op die makkelijk en snel zijn. Maar met net combinaties die je niet had bedacht. Dus ik zou zeggen, kijk naar zowel die op de New World Fit Mama. Vooral voor tussendoortjes en zo vind ik die leuk. Maar bijvoorbeeld, ja, lunch. Oh ja, dat is natuurlijk ook. Dat is misschien ook goed om te zeggen. Ik ben lactose intolerant. En heel vaak is dat lastig bij dit soort dingen. Maar zij hebben daar gelukkig ook rekening mee gehouden. Er komt volgens mij ook een heel vegetarisch ding zitten nu op. Maar volgens mij ook, gaan ze ook naar vegan kijken. Maar vegetarisch is juist vaak met kaas. Maar ook daar hebben ze dus weer ideeën over. Dus het is leuk om te zien. Ja, dus dat over mij. Dat was het voor deze week. Dat was de update. Natuurlijk ga ik volgende keer weer vertellen hoe het gaat. Als ze aan is gekomen. Hoe het bij de dokter ging. Dat soort dingen neem ik jullie allemaal in mee. Maar dit leek me voor nu ruim voldoende. Want volgens mij ben ik al bijna een half uur aan het kletsen. Misschien moeten we er wat in knippen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Heb jij ervaring? Heb jij leuke boektips? Heb jij ervaring met baby's die heel veel huilen? Dat je denkt, joh, heb je hier alles aan gedacht? Laat het vooral weten in de comments. Daar kunnen we ook hebben ook van elkaar wat aan. Ik zie ook dat af en toe mensen op elkaar reageren. Dat is heel fijn, want nou ja, goed, daar helpen we elkaar mee. Ik krijg trouwens ook heel veel DM's. Wat ik heel goed begrijp, want sommige dingen, het is natuurlijk ook soms lastig om het aan de wereld te delen. Maar daarin zijn ook af en toe hele handige tips. Dus ik zal die proberen ook af en toe in mijn filmpjes te verwerken. Net zoals dit boek, dat kreeg ik ook vaak over de DM. Maar dat geldt ook voor heel veel dingen met heb je hier al aan gedacht, reflux, verborgen reflux, allemaal dat soort dingen. Dat zal ik ook proberen wat vaker in de, nou, hierin te verwerken. Dan is het gewoon nog steeds anoniem, dan noem ik het gewoon als tips. Maar mocht je dingen wel willen delen, super handig, want daar hebben andere mensen ook wat aan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video en in ieder geval elke zondag bij een nieuwe vlog. Dankjewel, doeg!